Het Leids Dagblad is vandaag aanwezig bij de Koningsspelen, dat achter mij plaatsvindt. Voorafgaand aan de Spelen is het traditionele koningsontbijt. En vanochtend waren koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig bij het ontbijt in Leiden. Ik ben Julian. En jij zat tegenover de koning? Ja. Waar heb je het over gehad? Over de middelbare school waar hij heeft gewoond en over gewoon zijn leven en zo. Hey, maar hoe was het dan om te ontbijten met de koning? Leuk. Ja, het was heel leuk. Ze waren aardige mensen. En wat heeft de koningin gegeten? Fruitje en een appel. Hoi, ik ben Rianne Bakermans. En jij zat naast de koning? Ja, ik zat inderdaad naast de koning. Hoe is het nou te ontbijten naast de koning? Doe je ook niet elke dag? Nee, het gebeurt niet elke dag. Het was echt heel leuk om mee te maken. Want ja het gebeurt niet zo snel. Het was echt heel leuk. Ik ging er zitten en ik hoorde opeens dat de koning naast me kwam zitten. Ik moest bijna huilen van blijdschap. Zo leuk vond ik het. Nu zag je dat de koning echt heel diep met jou in gesprek was. Waar heb je het over gehad? Over de CITO hebben we het gehad. Over dat hij in Leiden heeft gewoond. Over onze school. Heb je ook nog wat kunnen vragen aan Maxima? Nee, dat niet. Maar zij schonk vooral drinken in en zo. Ja, ze is een hele aardige vrouw. De koningin heeft drinken ingeschonken voor jou? Ja. En hoe deed ze dat nou? Deed ze dat beter dan je moeder? Ja, normaal gewoon. Ja, pakt gewoon het pak en schonk het in. Niet heel beleefd, gewoon normaal. Net als een normale vrouw. Eigenlijk zijn het wel normale mensen? Ja, eigenlijk wel, ja. En Koningsspelen 2015 zijn geopend! Ik ben Roemer. En jij hebt wat gedaan wat niet heel veel mensen durven. Ja, ik heb de koning aangevraagd of hij misschien mee wil doen aan het spelletje. En wat zei hij tegen je? Dat hij daar geen goede schoenen voor had. Maar vond je het spannend om te vragen aan de koning of hij mee wilde voetballen? Een beetje.